D66 vraagt zich af of er komend studiejaar wel genoeg woonruimte is voor studenten die naar de stad trekken. Afgelopen jaar bleven veel studenten thuis wonen vanwege de online colleges. Nu de coronacrisis tegen het einde aanloopt, denkt D66 dat deze studenten alsnog in Groningen gaan wonen. Daarnaast heb je ook nog de nieuwe studenten die gaan proberen een kamer te bemachtigen. D66 wil weten of de gemeente rekening houdt met verschillende scenario's, zodat studenten niet in een tentenkamp hoeven te slapen zoals in 2018. We staan hier nu nog op een lege campus op Zernike en de bedoeling is dat het hier in september weer gaat bruisen. En D66 hoort geluiden uit de studentengemeenschap dat veel studenten overwegen om toch een jaar extra te doen, omdat ze alleen online les hebben gehad. Maar ook omdat ze een deel van hun studentenleven echt hebben gemist. Want studenten die hebben nog meer dan andere mensen gewoon op hun kleine kamertje gezeten, online les. En er is veel behoefte om het in te halen. Plus het feit dat natuurlijk Groningen sowieso altijd al een populaire stad is. Dus als je die aantallen erboven optelt, dan zou het wel eens heel erg druk kunnen worden in september. En daar maken we ons een beetje zorgen over. Ik kan me voorstellen dat het wel eens problemen kan veroorzaken als zoveel studenten naar de stad trekken. Is het haalbaar om al die problemen te voorkomen? We weten natuurlijk nog niet wat er gaat gebeuren. Als wij nu weten dat er 50% extra studenten naar Groningen komen en die hier ook allemaal willen gaan wonen, dan is dat op de termijn die we nu nog hebben, is dat gewoon bijna niet op te lossen. Dus je zult het niet helemaal kunnen voorkomen. Maar we zien wel dat het tentenkamp is natuurlijk niet mooi. Maar er zijn ook flexibele woningen geweest, als tijdelijke huisvesting voor studenten. Want uiteindelijk zal je in de loop van zo'n studiejaar ook wel weer verloop zien. Rustabiel hoopt dat de fouten uit het verleden niet nog een keer gemaakt worden. Volgens mij moeten we nu vooruitkijken om te kijken hoe we kunnen voorkomen wat er in 2018 gebeurd is. In 2019 ging het beter, dus we zien dat er gewerkt wordt. Er zijn ook woningen bijgekomen. Dus er wordt hard gewerkt, alleen het gaat niet automatisch goed. En wij maken ons op dit moment grote zorgen.